iemand van India noemen wij een? Indiaan. Ja, dat is een Indiaan, hè? Ja. Welkom bij deze nieuwe video. Oh, let's go. Vandaag zitten wij niet in Walibi, maar in Bobbejaanland. Ik ben er weer bij mijn vijf vragen. Maar kijk, wacht. Vooraleer dat we beginnen met deze video, wil ik jullie even iets vragen. Ten eerste, volg me even op Instagram. Gun even die love. Gun even die... Snap je? Ik moet even een beetje gunnen. Maar oké, nu, de echte vraag aan jullie is, wat vinden jullie nu eigenlijk echt beter? Zet nu snel in de reacties, Walibi of Bobbejaanland. Ik weet het zelf ook niet. Wat moet jij doen om die winactie te winnen? Je moet gewoon een DM sturen dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Stuur dan gewoon een privé op Instagram en dan kunt jij maakt die kans. En jij mag zelf kiezen. 2 Bobbejaanland tickets of 2 Walibi tickets. Voor mij is het eerder. Maakt mij helemaal niet uit. Misschien niet van deze video. Let's freaking go! Stel je even voor in 2 woorden. Ja, ik sta me voor in 2 woorden. Wat? Stel je voor in 2 woorden. Dat is moeilijk. Ik ben... Nee. Ik weet niet zo. I'm so damn confused. Stel je even snel voor in 2 met 2 woorden. Je zei het. Ik ben Odie. Ik ben Rune. Dat zijn de 3. Dat zijn de 3. Ja, ja. Oké. En ik ben Anouk. Oké, dat waren er ook 3. Ah. Anouk. Voilà. Of gewoon je voornaam en achternaam. Nee, kijk, vergeet die vraag. We zijn hier met 3 stevige jongens. Ja, hoor. Kijk, stel even voor de 2 woorden. Johnny, leuk. Mohamed, ook leuk. 76 in het Engels is... 67. Ja. Oké. Zeg in het Engels 76. 76, 60. Ik weet niet, ik kan niet gewoon Engels. 67 of zoiets. Oké. Is dat juist? Wat denk jij zelf? Ik weet niet, ik kan geen Engels. Nu moet je heel snel beantwoorden. Oké. 76 in het Engels is... 76. Amaa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 a
76. Voilà. Okay. De hoofdstad van Amerika is? De hoofdstad van Amerika? USA of zoiets, is dat dan niet? Ja, geef me even die high five! Geef me even die high five! Ja, toch. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chuck Ramsey. De hoofdstad van Amerika is? Washington. Oké, okay. Washington. De hoofdstad van Amerika is? Kenia. Excuse me, the fuck did you just say? What, yo? Hoe weet jij dat? Wees man! Kom, niet panikeren, joh, niet panikeren. Zeg gewoon luister. De hoofdstad van Amerika is? Washington DC. Oké, lekker! Iemand van Spanje noemen we Spanjaard, iemand van Engeland noemen we een Engelsman, ja, maar iemand van Montenegro noemen wij een? Montenegriaan. Amai, wat denk jij? Gaat jij bij hem aansluiten? Nee, ja. Ja? Ja. Ja. Nee, Montenegro. Oei, ik zou dat niet te luid zeggen. Maar ja, Belg zegt ook Belg. En iemand... Een inwoner van Montenegro noemen wij een? Kijk man, dat is echt een vraag. Montenegro, waar ligt ergens? Balkan. Kijk man, maar kijk, er moet iets gezegd worden. Een Kosovaar. What are you talking about? No. Ja, dat ligt toch in de buurt of zo? Ja, gaat dit, gaat dit. De Montenegers. Dat is racistisch, man. Dat is racistisch, inderdaad. Ja. Dat is niet oké, man. Ik weet het. Dat is het enige waar je mee opkwam. Ja. Een inwoner van Montenegro noemen wij een? Buikit. Montenegriaan. Hoe heet een inwoner van Montenegro? Een Amerikaan. What the fuck? Bijna. Neger. Een Montenegrikaan. Hell no. Ik wil er niet meer om lachen, maar ik moet er gewoon wel om lachen. Want ik vind het gewoon grappig. Hoe noemen wij iemand van Montenegro? Montenegro? Ja. Ik, wat is dat Montenegro? Ik ken dat niet. Dat is een land. Ah, dat weet ik niet.
ik zou het niet. Iemand van België is een Belg. Iemand van Montenegro is. Zeg dat nog eens? Montenegro. Montenegro, ja, dat is Montenegro of zoiets. Wait a minute. Hoe heet een inwoner van Montenegro? Een Montenegro. Een Montenegro. Dat zeg ik toch ook? Dat zeg jij ook, hè? Ja. Hoe weten jullie dat? Omdat wij gewoon kerstelen? Ja! No! Dat is wel fout. Ik geef je nog een tweede kans. Ja. Oké? Okay? Ja. Inwoner van Montenegro noemen wij een... Fransman. Hoe weet je dat? Dat is fout. Nee, is fout. Een inwoner van Montenegro noemen wij een... Montenegrijn of Montenegrense. Toch? Er is een dokter, ja? Ja. Die heeft een broer in Antwerpen. Maar die broer in Antwerpen heeft geen broer als dokter. Hoe komt dat? Ik was nog aan het denken. Het is goed. Kijk, hoe kan dat? Ik zou het niet weten. Denk goed na. Het is echt makkelijker dan je denkt. Dus omdat het geen familie is. Het is wel familie. Wel familie. Ja. De dokter is een stiefbroer. Broer in Antwerpen. Ja. Maar die broer in Antwerpen heeft geen broer als dokter. Hoe komt dat? Zijn broer is dood. Het is wel even schrikken, vind ik zelf. Hoe kan dat? Dokter is een vrouw. Tuurlijk. Dokter is toch gewoon een vrouw? Ja? We associëren dat direct als een man, omdat dat een dokter is, maar dat is toch een vrouw. Een dokter kan ook een vrouw zijn. Heel discriminerend. Ja. Hoe dit? Oké. Er is een dokter en die dokter heeft een broer in Antwerpen. Ja. Maar die broer in Antwerpen heeft geen broer als dokter. Hoe komt dat? Omdat dat een stiefbroer is. Amai, hoi. Hey. Hell no, till the no. Hoe oud zit jij nu? 16. 34 jaar later, hoe oud zit je dan? Oh, ik kan niet goed rekenen. Ik denk 40 of zo. Oh my god, Oh my god. Vraag, hoe oud zit jij? 12. Kijk, 34 jaar later, hoe oud ben je dan? Pap, oh, dat is wat sneller, hè? 46. Oké. 14, kijk. Over 34 jaar, hoe oud zit jij? 48. Oké. Hoe oud zit jij? 17. Oké. Over 34 jaar zit jij? Fuck. 51. Wacht, hoeveel jaar? 34, 51. Fuck, ik ga niet. Hoeveel seconden waren er? Ik weet het niet, meer dan 3. Jij hebt 5 vragen, juist dan. Deze lieverd. Kijk, ik heb er hard voor gewerkt, dus doe er iets nuttig mee. Wat ga je ermee doen? We gaan denk ik een grote zak snoep kopen voor onze leden. Voor vanavond. Oké. Kunnen er ook van genieten. Kunnen er ook. We gunnen elkaar. Ja? Ja. Oké, alsjeblieft. Merci om mee te doen. Oké. Dit is dus het einde van de video, jongens. Jullie hebben gezien. Die hebben eerlijk gewonnen. Snap jij? Ik heb gegund. Het doet pijn. Ik kan niet toegeven dat het niet pijn doet. Maar stuur me nu je locatie door een DM en dan kom ik wel naar u. En dan maakt jij kans. Dus jij gaat kans maken. Dus ik zie jullie volgende week. Let's freaking go. Hey, abonneer op mijn Insta, Brasje Fabio. En abonneer op zijn YouTube kanaal, Younes. Doe dat sowieso weer. Ciao, love.